Hallo, leuk dat jullie kijken naar onze allereerste werken bij vlog. Ik sta nu in Nieuw-Rijzenburg en ik ga zo direct naar collega Denise. Ben jij benieuwd wat zij te vertellen heeft over haar werk? Blijf dan vooral kijken. Hallo allemaal, ik ben Denise, ik ben 26 jaar oud en ik volg momenteel een opleiding binnen Nieuw-Rijzenburg. Ik wil u graag meenemen naar de woongroep om te laten zien hoe het allemaal zijn werk gaat. We zijn nu op de woongroep waar ik werk sinds maart. Het leuke van het werk op een woongroep is dat je een hechte band met de bewoners krijgt. Je helpt ze bij de verzorging, je ondersteunt ze bij activiteiten en je stimuleert ze om zoveel mogelijk zelf te doen. Heel de dag ben je met de bewoners bezig, waardoor je echt het gevoel krijgt dat je voor de familie werkt, althans voor de familie zorgt. En dit geeft mij heel veel voldoening in mijn werk. Hoe ziet een dag op de woongroep eruit? Nou, geen dag is hetzelfde op de woongroep en dat maakt het werk voor mij juist zo uitdagend en mooi. 'S ochtends lezen we altijd eerst de rapportages en daarna beginnen we met de verzorging. Je probeert de bewoners natuurlijk zoveel mogelijk zelf te stimuleren bij het aankleden en bij het wassen. Maar als ze dan eenmaal aangekleed zijn en ze zien er weer netjes uit, ja, de bewoner zegt: zuster, bedankt dat je me weer hebt geholpen vandaag. Of als je binnenkomt van: joh, zuster, wat fijn dat ik je weer zie. Dat laat ook iedere keer voor mij wel weer zien wat het werk voor mij zo belangrijk maakt. Wanneer alle bewoners verzorgd zijn, doen we meestal daarna gezellig een kopje koffie met elkaar. Ook dit is heel erg belangrijk voor de bewoners, dat je de tijd neemt en de aandacht geeft die ze nodig hebben om even samen met elkaar te zijn. Wanneer we dit gedaan hebben met elkaar, gaan we de gang op om ook de kamers en dergelijke allemaal schoon te maken. Want ook dat hoort bij dit beroep. Het is heel belangrijk om een schone leefruimte te hebben voor de bewoners. De bewoners zijn heel kwetsbaar en er is niks belangrijker dan een schone leefruimte. Na het middageten doen sommige bewoners een dutje of lezen bijvoorbeeld uit een boek. Dan wordt er gerapporteerd wanneer er bijzonderheden zijn over deze dag. En dan is het eigenlijk zo tijd om de dienst weer over te dragen aan de volgende collega voor de avond. Juist omdat het zo thuis voelt. En de warmte die je hebt op de woongroep voelt het niet als werk, maar is het echt gewoon zorgen en samen zijn en een luisterend oor bieden naar de bewoners. Ben je ook zo enthousiast en hou je van de uitdaging, dan hebben wij een leuke vacature voor jou. Kijk snel op www.werkenbijcuramare.nl en hopelijk zien we je snel. Bedankt voor het kijken van onze allereerste vlog. Tot de volgende keer!